Dan moeten wij ons achter de oren krabben en bedenken dat je niet veel beter bent dan amateurs. En dat blijkt wel. En dat is ook gewoon zo. Terwijl Ajax, AZ en Vitesse hun Europese avontuur begonnen zijn, is de Graafschap nog volop bezig in de voorbereiding. Voor profs en provincie zijn we vandaag daarom in Spakenburg, waar de superboeren het opnemen tegen de rode kant van het dorp, namelijk IJsselmeervogels. Is mede voortgevloeid uit de plotselinge overstap vorig jaar van Sander van der Heijden, die midden in onze voorbereiding, of zelfs het eind van onze voorbereiding, benaderd werd door de Graafschap of die daar definitief in vaste dienst wilde komen. Nou, laten we dan maar zeggen dat als een soort compensatie ze hier komen voetballen. Voelt wel als thuiskomen. En vrouw en drie kinderen zijn ook mee. En we gaan straks naar een hapje eten in het dorp. Dus dit is, ja, ik vind het heel leuk. De Graafschap is al een paar weken langer aan de gang. Eredivisie. Nou, laten we het op een kleine nederlaag van IJsselmeervogels houden. 1-3. Ja, de Graafschap promoveerde als laatst naar de Eredivisie en dat betekent dat het nodige moest gebeuren op de transfermarkt. Ze versterkten zich onder andere met Stef Nijland en kinderen van de club, Hidde Jeujus en Ted van der Pavert. Ik mocht verhuurd worden vanuit PSV en de Graafschap meldde zich als eerste en met een goed verhaal en het is natuurlijk mijn club. Dus ja, toen dacht ik ga gewoon weer fijn terug naar waar het begonnen is en ja, zo pakte dat uit. Tegenover hun komst staat echter het vertrek van sterkhouders als Tarik de Soudali, Mark Diemers en Filip Bednarek. Iemand die ook vertrokken is uit Doetinchem is Kevin van Diermen. En laat het toeval nou zijn dat ze die vandaag treffen in het rood-wit van IJsselmeervogels. Ik heb altijd geroepen dat ik terug zou keren bij IJsselmeervogels. Het is misschien iets eerder gebeurd dan de meesten hadden verwacht. Ik zelf misschien ook wel. Maar ik zie het ook wel weer als iets heel positiefs. Ik heb het profvoetbal mooi afgesloten met de promotie met de Graafschap. Ook echt van genoten. En ja, nu ga ik dan op een mooie leeftijd, 29, naar mijn oude club. We zijn gewoon een Jupiler League die nou in de Eredivisie zit. En dat betekent dat we iedere tegenstander, ja, zullen wij op ons allerscherpst moeten zijn. Ja, en dat voel je al na een kwartiertje, voel je het al aankomen. Hè? Iedereen baalt, trainer boos natuurlijk. En ja, het is gewoon kut voor iedereen. Alleen, ja, ik denk niet dat je te zwaar aan moet tillen. Ik denk dat elke profclub het wel lastig heeft tegen amateurs. En ja, zo wij vandaag ook weer. Het is gewoon heel slecht. En dan valt op een gegeven moment ook alles slecht. En dan verlies je gewoon terecht. En... ja, dan moet je wat ik zeg. Dat is gewoon confronterend voor de jongens die profvoetbal spelen. De laatste wedstrijd die we speelden was allemaal gewoon prima. Ook tegen betere tegenstanders konden we ons spel spelen. Alleen ja, vandaag even deze wedstrijd tussendoor. Ja, ik hoop dat het incident is en dan, dat we volgende week gewoon weer ons eigen niveau halen. Iedereen heeft hier goed van geleerd. En dat laat een hele goede waarschuwing zijn voor ons. En mooi dat het nu 2 weken van tevoren gebeurt, want dan wacht Feyenoord. En dat is wat anders dan dit. De ploeg is goed intact gebleven, er zijn goede spelers bijgekomen. Ja, en ze hebben ook gewoon een duidelijke manier van spelen. En dan met de supporters, met thuiswedstrijden die erachter staan, heb ik er wel echt vertrouwen in dat ze erin gaan blijven. Kevin van Diemen beleeft een geweldige middag. Hij wint met 3-2 van zijn oude club. In Doetinchem zijn ze echt even wat minder blij. Over 2 weken wacht het eerste competitieduel met Feyenoord. En er is nog een broerwerk aan de winkel voor de superboeren van Henk de Jong.